wereld is veranderd. Stress. Wereldwijde pandemie. Eenzaamheid. Sociale onrust. Polarisatie. En milieuvervuiling zijn de dagelijkse dingen geworden. Maar als ik je nu vertel dat we bewegen naar een nieuwe aarde, waar we de liefde laten horen, dat ons bewustzijn groeit om te herinneren wie we ook weer echt zijn, en wat we hier komen geven aan de aarde, aan onszelf, en dat we uiteindelijk alleen maar uitkomen in verbinding met elkaar.